zeggen, Johan, die heeft inderdaad 7 leiders en er wordt gespuurd. Er wordt gespuurd voor de bloemen. De bloemen en de fles Spumanti, hier aangeboden door het organiserende feestcomité. Het is Jonas Akep dat van ver de spurt aanhaalt. In de wedstrijd, aankomst, komt er nog iemand over? Is het Wouter de Vee? Het is Wouter de Vee! Het is Wouter de Vee uit Rijsselen. Dat van het cyclingteam doet het. Wat een spurt met z'n vader meneer. Koninklijk, zouden ze zeggen in Groot-Brittannië. Wouter de Vee, winnaar hier in de Sint Maria Aalter, doet hem deugd uit het natuurlijke Rijsselen. Hij had nog een zucht, een letter al van aard over om hier winst op te streken. Jonas Akert, misschien wel op het podium voor hem. En wat gezet van Jarno de Laatse. Je moet het toch even checken. Straks het resultatenlijstje. Maar we wachten op dat peloton. Op dat peloton dat zich allicht compact aanbiedt. In die laatste rechterlijn, in de zone van de waarheid. En we vragen nogmaals de baan volledig vrij te houden. Zodat elke renner tot de laatste toe veilig kan landen en stranden in de haven van de Wingelestraat. Wouter de Vee, tweede overwinning na een zege in het drijfnatte Belem. Ik wil weken terug. Hier andermaal in de Primus Inter Pares. Spurt Siska Aleka op de grote bollen! Ja, ik denk het wel. Of is het nummer 97? De aankomstbalet van het doel. 97, het kan een fietsbalen zijn. Wie pakt hier nog de spurt? Recht Verstraat, het is dat uitstekend. Prachtige finish van de jongeman uit Wolfenvelm. Prachtige pelotonspurt met die het einde, het doek die hier valt over een geanimeerde slotwedstrijd. Slotrenner nummer 92 die komt hier.